Dit is het Jeugdjournaal. Hallo allemaal. Dag allemaal. Hallo allemaal. Dag allemaal. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Is de politie van Amsterdam nog wel te vertrouwen? Hallo allemaal. Praten, praten en nog eens praten. Hallo. Feest in Amsterdam, waar Nelson Mandela op bezoek was. En de boeren willen nu dat de regering alle schade betaalt. Al 35 jaar vertellen we in het Jeugdjournaal het laatste nieuws aan kinderen. Serieus nieuws, belangrijk nieuws. Nieuws over kinderen en door de ogen van kinderen. En vandaag kijk ik terug op die 35 jaar met oud-presentatoren. We gaan op een reis door de tijd. Terug naar toen het allemaal begon, 1981. Dag allemaal. Is de politie van Amsterdam nog wel te vertrouwen? Dat vragen veel mensen zich af. Er is een hoop heisa ontstaan omdat agenten... Het was in 1981 voor veel mensen even wennen. Een journaal speciaal voor kinderen. En de vrouw waar ik nu naartoe ga heeft in die tijd hard gewerkt om van het programma een succes te maken. Hey Marga. Hey Nick. Nou, dat vind ik leuk. Ik heb me er zo op verheugd. Wat een topbus ja, is mooi dit. Is die, hè? Ja, fantastisch. Alle oud-presentatoren staan erop. Wauw. En jij natuurlijk ook. Ja, nou dag. Kijk, ik weet niet of je hem gaat ophangen thuis, maar... Ach, met Ruud Lubbers. Ja. Oh, wat... Nou ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Ik ben niet zo van vroeger... Maar dit is wel heel erg leuk. Want ik wil het er heel graag zo even met je over hebben. Hoe jullie dat nou deden vroeger, dat interviewen van politici. Want dat, het lijkt me dat dat in het begin heel lastig was. Volgens mij is het altijd lastig hoor. Is het van alle tijden lastig om politici te interviewen. Maar ik wil het je graag vertellen. Oké. Okay. Zullen we naar binnen dan? Zeker. Okay. Dit jaar heeft u weer 185 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld... om de werkloosheid op te heffen voor extra banen... En toch lukt het niet. Dat komt ook hierdoor omdat in de bedrijven op dit ogenblik steeds meer nieuwe technieken toegepast worden. Iedereen die wel eens binnen geweest is in een bedrijf. Maar veel computers. Niet, ja, niet alleen een bedrijf, maar ook een ziekenhuis bijvoorbeeld. Je ziet inderdaad veel meer computers en ingewikkelde apparatuur. Ik heb het met Lubbers wel eens 12 keer overgedaan. Dat was wel een record. Ze werden ook echt af en toe een beetje gek van me, want dan kwam ik eraan. En dan zei ze, ah, ik zie het al, voor de jongelui. En dan gingen ze ook soms, en dat vond ik wel heel stom, dan gingen ze heel erg kinderachtig praten. Maar dat bedoelde ik natuurlijk helemaal niet. Ik wilde gewoon dat ze het heel helder en begrijpelijk uitlegden. Wat kunnen kinderen van nu het best leren om later niet werkloos te worden? Kies voor een concreet vak, daar bedoel ik mee. Kies iets wat herkenbaar is, dat je zegt, nou, dit kan ik in ieder geval, ik kan iets. In dit interview bijvoorbeeld, dan zei hij, ja, er zijn allerlei cijfers en de zus. En dan ging ze een heel lang verhaal houden. En dan zei ik, u wil dus gewoon zeggen, doe je best op school en probeer zo ver mogelijk te komen. Want dan heb je betere kans op een baan. Ja, dat is nou precies wat ik bedoel, zei hij dan. Dan zeg ik, nou, waarom zegt u dat dan niet? En dan deden ze dat. Dus eigenlijk liet ik ze een beetje zeggen wat ik wou dat ze zeiden op mijn manier. Heeft u uw eigen kinderen dat ook aangeraden? Ja, we zullen zien wat er van komt. Hallo allemaal. Praten, praten en nog eens praten, dagenlang... Het was een enorme eer om bij het Jeugdjournaal te werken. Ik heb auditie moeten doen, een enorme pool van mensen. En dat duurde echt weken en weken en weken. Ik moest ook nog volgens mij een keer terugkomen en nog een keer auditie doen. Bijna alle pretparken zijn een stuk duurder geworden. Voor sommigen betaal je per persoon zo'n 2 tot 3 gulden meer dan 2 jaar geleden. Je gaat met de trein 100 kilometer naar een pretpark. Dat dus 12,50 gulden per persoon kost. Dit zijn de toegangskaartjes. Dat is dus 4 maal 12,50 is 50 gulden.
En uiteindelijk kwam op een dag, een middag, de zon scheen lichtelijk naar binnen door de ramen. Het verlossende telefoontje van de toenmalige baas van het journaal, Tom Kamlach. Ik mag je feliciteren, jongen. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Hallo allemaal. Honderden boze boeren hebben vandaag gedemonstreerd in Den Haag. Ik zeg altijd, het Jeugdjournaal was mijn beste baas. Ooit. Nou, veel mensen hoeven maar een paar klokken en horloges te verzetten, maar hier en daar is dat wel anders. Zoals hier, in de klokkenfabriek in Hilversum. Ik mocht eruit zien zoals ik wilde. Ik mocht me bemoeien met allerlei dingen en meepraten. Ik mocht af en toe op verslag. En ik heb natuurlijk uren en uren doorgebracht in de Jeugdjournaalstudio. Ja, ik kan er dus echt geen doedelzak van. Want om op zo'n ding te spelen moet je echt heel goed kunnen blazen. Het was heel leuk om bij het Jeugdjournaal te werken. Ik vond het echt één groot feest eigenlijk. Het is echt een droombaan. En het klinkt allemaal heel cliché, maar het is gewoon zo. Goedenavond. 28 scholen in Nederland zijn excellent. Het is een leuk team. Het is heel leuk om met kinderen te werken. Wat staat hier nou allemaal, jongens? Ik snap er niet zo heel veel van. Er staat in dat... Welke partij voor welke zin je kiest. Hallo allemaal. Het schandaal bij de Tour de France is een ramp voor de sporters zelf en ook voor de fans. Met mijn zusjes op de bank, toen ik een jaar of 11 was, keek ik bijna altijd. Volgens mij was het toen met Frank Dumos. En toen zat ik daar in één keer zelf in die studio. Nu maakt een zwarte man voor het eerst kans om de president van dat land te worden. Als Barack Obama wint, is dat een groot moment in de geschiedenis. Voor mij is het ook een belangrijke periode geweest, want het was voor het eerst dat ik ging presenteren. Dat heb ik echt bij het Jeugdjournaal geleerd. Hallo allemaal. Het mag niet, maar ze doen het toch. In Friesland zijn mensen vanochtend toch op zoek gegaan naar kievitseieren, terwijl de rechter dat afgelopen week verboden had. De eerste keer dat ik hier binnenkwam, dacht ik, dit heb ik altijd zelf bekeken. En nu werk ik hier. Dat vond ik heel gaaf. Hallo allemaal. Vandaag gaat het hele Jeugdjournaal over de bruiloft van prins Willem-Alexander en Maxima. Ik vond het geweldig om bij het Jeugdjournaal te werken. Het is misschien wel de allerleukste baan die ik ooit heb gehad. Ik heb nog nooit bij een programma zo het gevoel gehad dat ik zelf het programma was. Eens even kijken of ik de mooiste momenten nog even voor je kan terugvinden. Even spoelen. Een programma maken waar je zo achter staat en waar je je mee vereenzelvigt. Dat kom je niet zo vaak tegen. En dat had ik echt bij het Jeugdjournaal. Ja, de tranen van Maxima. Dat vond ik echt het ontroerendste moment. Grote Mensenjournaal, het GMJ, was altijd veel te ingewikkeld. Tegenwoordig is dat wel beter, vind ik, maar toen was het echt veel te ingewikkeld. En dat je dan de mogelijkheid krijgt om kinderen echt in een eigen programma aan te spreken. Nieuws van de dag samen te vatten. Je kan niet alles doen, maar wel veel. Ja, dat vond ik te gek. Hartstikke leuk. Dag allemaal. Al 3 weken gaan ze weer naar school en nog steeds hebben ze niet al hun studieboeken. Leerlingen van middelbare scholen balen. Al weken krijgen ze les van kopietjes en dat is knap lastig. Hallo. Vandaag is in het Westland, dat is het tuinbouwgebied onder Den Haag in de provincie Zuid-Holland, opnieuw de waterleiding bij een tuinder afgesloten nadat men gemerkt had dat het water vergiftigd was. Ik begrijp niet waarom die tuinders het nog steeds gebruiken, want ze horen telkens, in de krant staat het, nou hartstikke gevaarlijk. En er gebeuren ook veel ongelukken mee. Nou, ik begrijp gewoon niet waarom ze het gebruiken. Was het voor heel Nederland wennen dat er opeens was, dat er serieus nieuws werd verteld aan kinderen? Ja, dat was zeker wennen. Maar het was ook wennen voor onszelf. Want wij hadden allemaal een soort opleiding gevolgd. We waren allemaal naar Engeland gegaan, naar de BBC. Daar hadden ze al jaren het programma Newsround, een jeugdjournaal voor kinderen. Daar hadden we het een beetje van afgekeken. This is BBC One. And now it's time for John Craven's Newsround. The lovable looking panda wasn't quite so appealing 10,000 years ago. Daar deden ze heel veel onderwerpen speciaal voor kinderen. Die heel erg afweken van het nieuws. Dus veel over dieren en dat soort dingetjes. Maar toen gingen wij dat ook doen in het begin van het Jeugdjournaal. De eerste uitzendingen. En wij gingen ook aldoor naar scholen toe om te vragen hoe zij het vonden. Want tenslotte
was het voor hun. En dan zei ze, nou, we vinden het eigenlijk een beetje kinderachtig, dat journaal. Wij willen gewoon weten wat er in de wereld gebeurt. Alleen dan op een begrijpelijke wijze. Dus zo hebben wij dat geleerd. En wat eigenlijk ook heel erg bleek was, dat wij daarin in Nederland, en daar ben ik best trots op, een enorm belangrijke rol hebben gespeeld voor alle jeugdjournaals die daarna gekomen zijn. Want wij waren eigenlijk de eerste jeugdjournaal die echt hard en naar nieuws en ingewikkeld nieuws zo begrijpelijk mogelijk maakte. En dat was weer het leuke. Daardoor keken er ook heel erg veel volwassenen naar het journaal, die eigenlijk het gewone journaal niet zo goed begrepen. En dan gewoon leuk naar het jeugdjournaal keken. En dan opeens dachten, hé, het is veel duidelijker. Nu snappen wij het ook. Ja, we gaan nu naar mijn presentator van vroeger. Hij presenteerde het Jeugdjournaal toen ik er naar keek. Hallo, feest in Amsterdam, waar Nelson Mandela op bezoek was. Hey Frank. Hey, hallo, leuk je te zien. Ja, vind ik ook leuk om jou te zien. Ik vind dit dus heel spannend, want waarom? Jij presenteerde het Jeugdjournaal toen ik met gekamde haartjes toen op de bank zat te kijken. Toen jij een klein kereltje was. Oh, wat grappig. 100 jaar geleden alweer, hè? Ja. Heel lang geleden. Best wel lang, ja, best wel lang, ja. En je staat erop, heb je dat ook gezien? Ja, ik zie het. Het is ontzettend grappig om mijn eigen gezicht weer te zien van vroeger. Een beetje in de regen, heel lang geleden. Ach, goh, 100 jaar terug. Hey, we gaan straks allemaal beelden kijken. Ja, en ik heb iets meegenomen om dat even in te leiden een beetje. Oké. Okay. Kijk, hier heb ik het. Alsjeblieft. Oh, ik weet meteen waar het over gaat. Ja? Ja. Je hebt motorraces. Er zijn hardloopwedstrijden. Je kunt een race houden met renpaarden of een race houden met windhonden. Maar in Japan vinden ze dat allemaal wat saai. Daar hebben ze dan ook een ander soort race bedacht. 'S Ochtends vergaderen we over wat voor onderwerpen wilden we hebben. Nou, dit beeld kwam binnen. Ik dacht, daar moeten we iets mee doen. Dus dan ga je heel erg nadenken, oké, wat voor soort inleiding ga je dan doen? En wat kunnen we een grap omheen verzinnen? En daar gaan ze. De baby's en de ouders lijken met verschillende tactieken te werken. Zo is er de sleutelstrategie, waardoor baby Midori ongekende snelheden ontwikkelt. Dan springt plotseling op links iemand naar voren. Het is Ichijiru. En inderdaad, hij gaat als eerste de eindstreep over. Het schijnt dat er binnenkort wereldkampioenschappen babykruipraces worden georganiseerd. Nou, dit is mijn zoon. Ja, je kan hier vroeg nog beginnen met oefenen. En dat doen we met de fopspeen aan een hengeltechniek. Dit zal ik mijn leven niet meer vergeten. Nee, ik was net vader geworden. En Mees, inmiddels 20. Jongens, inmiddels 20. Maar die was toen 3 maanden. En toen dacht ik, nou, weet je, wat is het leuk? Dan eindigen we met een kruipende baby. Ga ik mijn eigen kind ga ik dan leren om ook mee te doen in zijn wedstrijd. En dat is met een stok en een speentje. Kom maar, schat. Kom eens. Kijk eens. Kijk maar omhoog. Kijk, daar is hij. Kruip maar vooruit, joh. Kom maar. Kom dan. Lekker kruipen. Sprinten maar. Uiteindelijk nooit meegedaan aan het WK. Nee, het WK, dat hadden wij ook bedacht, hoor. Dat was de grap die we er zelf achteraan geplakt hadden. Ja. Dit is Richelle. De laatste tijd is Richelle te zwak om naar school te gaan. Ze heeft de ziekte kanker. Ja, er zijn natuurlijk verhalen die blijven je altijd bij. Dit is één zo'n verhaal. Richelle. Richelle was een jaar of 15, was ongeneeslijk ziek, had kanker. En stoorde zich heel erg aan dat mensen met die ziekte scholden. Ik hoop dat jullie er voortaan 10 keer over nadenken. Het liefst helemaal niet meer zeggen. En hiermee wil ik de actie starten. Hoe is het dan verder gegaan met Richelle? Richelle is overleden. Iedereen wist dat er aan zou komen. Dat is volgens mij een half jaar na dat item gebeurd. Ze heeft het nog lang volgehouden, want ze was toen eigenlijk al vrij zwak. En nou ja, ik moet zeggen dat toen dat op de redactie binnenkwam, dat bericht, kwam dat wel echt hard aan. Ook al wisten we allemaal dat het zou gaan gebeuren, want we verloren daar wel echt een bijzonder iemand mee die zich echt had ingezet voor iets groots. Als ook maar een paar mensen er iets van leren, vindt Richelle haar actie geslaagd. Dat het gewoon niet meer zo vaak hoor. Het zal nooit weggaan, maar het zal heel mooi zijn als het wel lukt natuurlijk. Ik weet nog altijd dat als ik iemand hoor schelden met die taal op straat of zo. Als iemand zegt van kanker zus, kanker zo.
dat ik dan altijd aan haar denk. En dat ik dan altijd weet dat zij het af zou keuren. En wat ze heeft proberen te doen om dat te voorkomen. En hoe sterk dat is. Jullie mailden ons honderden vragen. En wij stapten met een aantal van die vragen naar kasteel Drakenstein. Tijd geleden alweer, in het geheim, mochten we met ze praten. Ja, maar we mochten er niemand iets over vertellen. En nu kunnen we jullie eindelijk de antwoorden laten horen op vragen als... Eten prinsen en bijna prinsessen altijd van gouden borden? Houden ze van lekker snacken? En kregen ze als kind wel eens strafwerk? Ja, dat interview met Willem-Alexander en Maxima, dat heeft wat voeten in de aarde gehad. Dus ik was daar bloednerveus van. Oh, gaat vanzelf al. Goedendag. We klopten gewoon op de deur. En volgens mij is dat ook op beeld nog. En toen deden ze dus zelf open. Nou, dat hadden we totaal niet verwacht. Welkom. Recht van Hulten. Hallo. Dank je wel. Sorry. Hallo. Goeiedag. Dus toen was ik al zo overdonderd van, oh, maar ze doen gewoon de deur open. En toen vloeide de zenuw eigenlijk weg. Ik dacht, oh, maar het zijn gewoon de mensen. Het zijn gewoon de mensen. Ik kan gewoon tegen ze praten. Ze praten terug. En toen hebben we volgens mij eigenlijk een heel leuk gesprek gehad. Er is één ding wat de kinderen heel graag willen weten. Gaat u op de bruiloft elkaar dan ook zoenen? Goeie vraag. Dat houden we als een verrassing. Mag dat? Oh, ja, dat ja dan moeten we ja. kijken. Dan ja. moeten we de televisie ja. aanzetten. Dan moeten we de televisie aanzetten. Ja. Hallo allemaal. We beginnen met een naar bericht. Zojuist is bekend geworden, vlak voor onze uitzending, dat Pim Fortuyn is neergeschoten. Pim Fortuyn heeft pas geleden een nieuwe politieke partij opgericht. Hij heeft ideeën waar heel veel mensen het niet mee eens zijn. Toch waren veel mensen van plan om bij de komende verkiezingen op hem te gaan stemmen. Lisbeth Staats is op de plek waar hij net is neergeschoten. Opeens werd ik gebeld. Pim Fortuyn is neergeschoten. Pim Fortuyn is neergeschoten. Toen ben ik samen met Winfried, andere collega, zijn wij over het Mediapark richting de 3FM-studio's gerend. Want daar was het gebeurd. En ik weet nog heel goed dat Winfried en ik daar renden. En we dachten, ja, misschien is die man die hem neergeschoten heeft, misschien loopt hij hier nog wel ergens rond. Dat vonden we sowieso heel spannend. En het was ook echt, echt een schok dat een politicus neergeschoten was. Lisbeth, hoe is de situatie daar nu? Miluska, ik ben bij het Radio 3-gebouw en het is hier heel erg druk. Er zijn ambulances en politiemensen en er zijn ook heel veel mensen te kijken en te wachten op een beetje goed nieuws. Want niemand weet eigenlijk hoe het nu met Pim Fortuyn is. Er zijn ambulances bij en er is net ook een helikopter van het ziekenhuis gekomen. De laatste berichten zijn dat hij misschien gereanimeerd is. Dat is een soort behandeling waardoor ze hopen dat je blijft leven. Ik vertelde dan wat ik zag en ik wist eigenlijk nog niks. Ik wist alleen maar, ik kon echt zien dat hij neergeschoten was. Ik kon ook zien dat het niet goed met hem ging, want nou, er waren heel veel artsen bij. Ze probeerden te reanimeren. Nou, en uiteindelijk is hij volgens mij zelfs tijdens onze uitzending overleden. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. En liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission. En het is cleared the tower. De Challenger, raket. 7 astronauten aan boord, werd live gelanceerd. Om bij 6:30 s'avonds. Wij hadden s'avonds om 6:45 live de uitzending. En zoals iedereen weet is hij toen in januari 86 is dat geweest uit elkaar gespat voor de ogen van de wereld. Wat er toen op die hele journaalredactie gebeurde, is met geen pen te beschrijven. Dat was ja, alsof er een legerorde in actie kwam. Iedereen wist ineens precies wat hij moest doen. Er werden mensen die stonden op die zeiden, jij doet dit, jij doet dat, jij doet zus, jij doet zo. Dat is het meest gedenkwaardige moment uit mijn jeugdjournaalloopbaan. Voor de ogen van de familieleden kwamen de 7 astronauten om. Dit is heel grappig, want in die tijd namen we heel veel op. Dus dit zijn echt gewoon nog oude VHS-banden met de uitzendingen van het Jeugdjournaal. En ik denk zelfs, als ik heel goed kijk, dat dit zou zomaar, deze denk ik, zomaar de allereerste uitzending kunnen zijn. September 89. Maar waarom nam je dat toen allemaal op? In het begin vooral om van te leren. Ik was groen als gras. Ik presenteerde, maar ik wist nog eigenlijk niet zo goed wat ik deed. Ja, dit is grappig. Dit is een pet, was toen ongetwijfeld heel hip, maar dat ziet er echt niet meer uit. Maar een pet van het Jeugdjournaal.
dit. Oh, dit is grappig, zeg. Dit is een plakboek. En ik hield dat eigenlijk zelf niet zo bij. Maar mijn vrouw wel. Dus die haalde alles uit kranten. Zo zag ik echt in het begin uit. Dat is de allereerste beginperiode. Maar, oh ja, nou ja, dit roept ook alweer alle herinneringen op. Of via dit, zeg. Fanmail? Zie ik. Ja, oh, dit is grappig, zeg. Dit is echt heel grappig. Moet je luisteren. Een brief. Voor mijn dochtertje Sophie van bijna 3. Zodra het jeugdjournaal begint, dan begint ze uw naam te scanderen, is mijn naam. Eigenlijk was ze dus heftig verliefd, kind van 3. Dat schrijft haar moeder. We zouden het leuk vinden als u een fotootje van uzelf zou willen toezenden. Hopelijk kunnen we op de frankloze avonden haar teleurstelling verzachten met een foto van u. Was het een mooie tijd bij het jeugdjournaal? Ja, het was een geweldige tijd. Het was zo'n ontzettend leuke tijd. 7 jaar, ontzettend veel plezier gehad. Hele mooie dingen gedaan. Prachtige ervaring opgedaan. En ontzettend veel lol gehad. Dag allemaal. Angst en paniek in de Verenigde Staten. In dat land zijn vandaag een heleboel aanslagen gepleegd, waarbij waarschijnlijk duizenden mensen zijn omgekomen. Vandaag gaat de hele uitzending van het Jeugdjournaal over dat onderwerp. Een van de 2 torenhoge flats van het World Trade Center staat in brand, omdat een vliegtuig het gebouw in is gevlogen. Iedereen denkt aan een verschrikkelijk ongeluk. Een piloot die per ongeluk een gebouw raakt. Hé, moet je nou eens kijken wat gebeurt er nou in New York? Er vliegt een vliegtuigje in de Twin Towers. Nou ja, de rest, je weet hoe het gegaan is. Ineens toen dat tweede vliegtuig kwam, toen wist iedereen, oh, dit is heftig, dit is ontzettend grote shit. Ja, dat was heel heftig nieuws. Van rechts komt een ander vliegtuig dat op de toren invliegt. Coming in from what looks like the east side. Ik had al papieren voor de Verenigde Staten. Dus toen zei de baas van het jeugdjournaal, ja, wil jij daar naartoe? Nou, ik moest het wel even overleggen met en mijn vrouw en mijn kinderen. Want vooral mijn zoontje, die zei, nou, liever niet. Maar in een vliegtuig? In een vliegtuig. Dus we hebben het wel gedaan, ja, ik ben wel gegaan. Toch zullen de kinderen er met hun ouders samen overheen moeten komen. Maar ja, hoe doe je dat? To me it's like a movie, so I think of it like a movie. I don't want to go back into the little corner and just think, keep thinking about this tragedy that's happened. I feel like I'm gonna move on, you know? What really represented New York was our 2 big towers that said, we are New York, the twin towers of the world. Now that we don't have those, we are still New York in our hearts, and everyone knows we are New York, but it's our representative is not there anymore. Verkiezingsdebat, ja, dat is wel echt een van mijn favorieten. Ik vond dat echt te gek om te doen. U heeft allemaal een ballon voor zich liggen. En u krijgt 5 seconden de tijd om die ballon op te blazen. Nog niet? Nog even? Nog niet? Ja, dat was een valse start bijna, zeg. Ja. Wie hem het grootste heeft in 5 seconden is de winnaar van deze vraag. Dus we gaan aftellen. Met of zonder knoop? Zonder knoop. 5 seconden. 1, 2, 3, daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja. Nou. Stop. Meer doen maar even de uit. Ja hoor. Die ballon laatst en dat was echt fantastisch. En je hebt Mark Rutte en Geert Wilders met hoedjes op en die blazen met zo'n toeter naar elkaar. En ik sprak laatst iemand van de VVD en die zei van ja, daar hebben we heel erg spijt van gehad. Want nog steeds die foto van Mark Rutte met die toeter en dat hoedje, die wordt overal herhaald als het over een onderwerp gaat in de politiek of over de VVD dat het niet zo goed gaat of dat ze een lachertje zijn. Dan wordt die foto erbij geplaatst. En achteraf hebben ze daar binnen de VVD, heb ik dus wel eens gehoord, heel erg spijt van. Het is dus gelukt. Nederland heeft met 2-1 gewonnen van Argentinië. En we spelen dinsdag in de halve finale tegen Brazilië. Dennis Bergkamp heeft het winnende doelpunt gemaakt. Dat ligt het Nederlands voetbal wel. Denk eens aan die wedstrijd Oost-Duitsland, lang geleden. Bergkamp! Bergkamp! 2-1! Naar de halve finale! Dat kan niet meer fout! Ik had mijn schmink nog niet op mijn gezicht. Ik had mijn fatsoenlijke jeugdjournaal kleren nog niet aan. En wij hadden Philip Rauwenhorst uitgenodigd. Philip Rauwenhorst was een jeugdscheidsrechter en die kon zo goed over voetbal praten. Dus we hadden hem uitgenodigd als voetbaldeskundige. En we hebben samen in de studio zitten kijken naar die laatste minuten. En toen maakte Bergkamp die goal en toen begon het jeugdjournaal en wij zitten echt nog na te hijgen. Dat was zo'n spannende uitzending. En Philip was top. Philip, ja. Wat een dag. Wat vond je? Ja, fantastisch. Ja, na de 1-1 van Argentinië had ik eigenlijk gedacht dat Argentinië zou gaan winnen. Maar
ja, dat Bergkamp toen nog scoorde, dat was echt fantastisch. Ze presenteerde het jeugdjournaal het langst van iedereen. 15 jaar maar liefst. En eigenlijk is ze pas net weg. Hey, hoi. Dat is leuk. Het voelt gewoon nog helemaal niet alsof jij weg bent bij het jeugdjournaal. Ja, ben ik weg dan? Ja, een beetje wel. Ja, hè? Ja, ja. Ik heb iets voor je meegenomen. Echt officieel, ja. Even kijken hoor. Kijk, ik heb deze voor je. Oh, wauw. Hoe kom je hier aan? Ja, echt cool. Ja, hè? Ja, heel bijzonder. Ik neem deze mee. Ja, laten we naar binnen gaan. Misschien als die nat wordt. Het is ook koud. I write an assignment. How do you feel about the possibility of the first African-American president? It's going to be a historical thing because he's going to be the first black president and all the other presidents were white. Hier op de Whittier School zitten bijna geen witte kinderen. De les gaat al weken over de verkiezingen en over Barack Obama, de eerste zwarte Amerikaan die een goede kans maakt om president te worden. Hoe was het om daar toen op dat moment reportages te maken? Het was heel bijzonder om daar te zijn in die periode, hè, omdat iedereen een soort van gespannen aan het afwachten was van wat gaat het worden. Krijgen we inderdaad voor het eerst een donkere man als president. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. Alle kranten toen, alle kranten hadden heel groot op de voorpagina Obama. Sommige alleen een foto, sommige echt met dikke koeienletters. Het was gewoon nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis dat iemand met een donkere huidskleur president werd van een van de machtigste landen ter wereld. Change has come to America. Ja, dit was echt heel speciaal voor mij in die tijd bij het jeugdjournaal. Kun je wat voorbeelden noemen van wat jij allemaal hebt uitgespookt? Oh, de raarste dingen. Ze hebben van mij een Barbie-pop gemaakt. Come on Barbie, let's go party. Ik heb gedanst met een robot, terwijl dat helemaal niet kon, want hij was al gefilmd. Dus ze hebben mij in dat beeld getoverd. Hé, hey, Wavien, ik heb de hele dag geoefend. Dans ik toch een potje met je mee? Arima! Weet je wat, we hebben nu iets bedacht. Dan projecteren we achter jou wat golfjes. En dan voor jou doen we een stuk karton. En dan ga jij doen alsof je water trappelt. Laat even duidelijk zijn, daar werd ik toe gedwongen. Hè? Het was niet zo dat ik mij graag wilde verkleden. Zo'n 50 kinderen beginnen vanmiddag op camping Koningshof in Rijnsburg enthousiast aan de recordpoging 1000 keer hetzelfde liedje zingen. Dat was een reportage die had Taco gemaakt, onze verslaggever toen. En dat was op een camping en dat hele onderwerp was al heel truttig. Soms heb je wel zin, dan word je op pad gestuurd en dan blijkt het onderwerp gewoon niet zo groot te zijn als je dacht. Ze zijn er hier op de camping van overtuigd dat ze de 1000 gaan halen. Ik wens ze ontzettend veel succes. Ja, Taco was het ook een beetje zat, al dat gezing. Maar ze zijn tot zeker 3 uur vannacht nog aan het zingen. En maandag is de zomerbus op een andere plek. Wil je dat hij ook eens bij jou langskomt? Laat het ons dan weten. Ik kreeg zo ontzettend een slap lach al tijdens dat filmpje. Maar dan moet je daarna nog afkondigen. En ik had daarna nog het weer. En toen kon je me echt wegdragen. 'S Avonds kan het gaan regenen. Het wordt wel lekker warm, gemiddeld 25 graden.
Sorry, ik vond het best grappig, al dat zingen. Goed. Ik heb in mijn zwembroek in de studio gezeten. Dat was nog wel spannend, want dan zag iedereen mijn witte behaarde benen. En mijn grote voeten. In Scheveningen begon vandaag een tentoonstelling over strandmode door de jaren heen. Dus dan zit je daar wel een beetje, ja, je hebt het gevoel dat je er naakt zit in die studio. Maar wij zaten er samen volgens mij. Hè? Ja, ik zat in de reportage in zo'n heel ouderwets zwempak. Ja, precies. Gegroet kinderen. Hierbij toon ik jullie met gepaste trots de allernieuwste badmode voor het jaar 1915. Je had in die tijd op televisie belspelletjes. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, zeg het maar. Dat is alles. Eén verschil. Uiteindelijk werden die spelletjes verboden. En volgens mij heb ik toen zo'n belspelletje nagedaan in de studio. Was jij goed in? Ik weet niet meer of ik goed was. En ik verdien er in ieder geval niks extra's aan. We zijn vandaag op zoek naar een broodbeleg. En niet zomaar een broodbeleg, een lastig broodbeleg vandaag. K.A.S. Wat zou dat kunnen zijn? Jij bent wel echt de koning van de verkleedklusjes. Ik vond het altijd heel leuk om te doen. Vroeger, in de goede oude tijd, had je echte cowboys. Ik ben een keer als Ken verkleed van Barbie. Je zou het niet zeggen, maar ze is vandaag 40 jaar geworden. Daarom 40 rozen. Natuurlijk in haar lievelingskleur, roze. Een astronautenpak. Je kunt gewoon instappen alsof het een trein is. Maar wanneer komt die nou? Oeh, pittig zeetje zeg. Wat dat betreft had ik beter in Brazilië kunnen zwemmen, want als er iets misgaat... Oh. Nou, ik herinner me één ding, dat zou ik nou niet meer doen. Eén keer dat ik in badpak ging over een strand of weet ik nu een grappig onderwerp. Toen heb ik gewoon in een badpak in de studio de PR opgenomen, de presentatietekst. Nou, mij wilde niemand redden, dus ik ben er zelf maar uitgekomen. Zou ik nu niet meer doen. Vind je het belangrijk dat het Jeugdjournaal er is en ook blijft? Ik vind het ontzettend belangrijk dat het Jeugdjournaal er is, er was en blijft. Voor mijn part nog eens 35 en daarna nog eens 35 jaar. Het is gewoon heel goed voor kinderen om een eigen nieuwsprogramma te hebben. Waardoor ze leren begrijpen wat er in de wereld aan de hand is. En de nieuwsonderwerpen die ze in andere programma's horen, dat ze daarvan ook weten wat het precies betekent. Dus ik vind het heel belangrijk dat het Jeugdjournaal er is, omdat het Jeugdjournaal kinderen helpt om al die verschillende nieuwsberichten die ze overal vandaan oppikken, nou ja, een plek te geven te begrijpen. Dat was het. Tot morgen. Morgen is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan. Een hele gezellige avond en tot dan. Dag. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Tot morgen, dan zijn we er weer met een gewone uitzending. Dag. Dat was het. Nog een hele fijne avond en tot morgen 6:30. Dag. 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 Tot dan. Hoi. Dag. Dag. Doei. Tot dan. Dag. Doeg. 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 Dag. Doeg. Tot dan. Doei. Dit was het Jeugdjournaal. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dag. Dag.